Jarenlang domineerde hij de hitlijsten en bij vlagen ook het nieuws. Ik heb het over Lil Kleine, oftewel Jorik Scholten. Nederlands bekendste rapper schokte heel het land na het lekken van die ene video. Nou, nu, bijna 2 jaar later, komt hij met een documentaire over alles wat er in zijn leven is gebeurd. Het was een en al giftig. Lil Kleine heeft het hoofd van zijn vriendin tussen een deur gestopt, maar het is nooit gebeurd. Nu weet ik waarvoor ik het ga doen. Mijn kind. Amerikaans uitblazen. Papa, trots op jou, hè? Mijn vader. Ik denk elke dag aan jou, oké? Ik hou van je papa. Nederland. Je moet teruggaan waar je vandaan komt, hè? Het wordt niet erger als waar je nu bent, hè? Maar je moet nu wel wakker worden, man. Het is nu tijd om Jorik te zijn. Ja, naast mij staat Rosanne de Jong, entertainmentverslaggever. En jij hebt die docu dus al gezien. Ik denk dat Jorik Scholten nou zo'n type is die je haat of die je echt heel tof vindt. Heb jij nou voor het zien van die docu, onder welke categorie viel jij? Ja, niet haten, maar ik had niet veel met hem. Hij is natuurlijk heel negatief in het nieuws geweest de afgelopen jaren. In de cel gezeten voor mishandeling van zijn ex-vriendin Jamie Vaes. Ja, dat zijn natuurlijk niet onderwerpen waardoor je denkt, ach, wat een toffe gast. Nee. Nou, ik wil straks weten of dat beeld van hem nou is veranderd na het zien van die docu. Laten we eerst even naar het begin van de documentaire gaan. Je noemt het al even, die mishandelingszaak. Wat zegt hij daar nou over? Want het is toch de eerste keer dat hij zijn kant van het verhaal doet. Ja, klopt. Hij heeft wel nog, terwijl het allemaal liep, heeft hij 1 keer een video op Instagram geplaatst waarin hij soort van de situatie uitlegde, maar heel kort en bondig. En ja, dit is echt een driedelige serie waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet. Ja, het is natuurlijk, we hebben Jamie Vaes haar verhaal gehoord. Zij heeft die video gelekt naar Yvonne Coldeweijer, omdat ze het allemaal, ja, ze wisten geen uitweg meer, ze wisten het allemaal niet meer. Maar Lil Kleine zijn verhaal is nu dat hij maakte het uit. Zij zaten samen in die auto onder invloed, nota bene. Vind ik best opmerkelijk dat hij dat eerlijk toegeeft. Want je gaat er dan toch vanuit dat hij ook onder invloed heeft rondgereden. Ja. Wat natuurlijk heel gevaarlijk is. En zij zijn in die auto, hebben zij een woordenwisseling gekregen. En is dat hoog opgelopen. En zijn ze dus ook op een gegeven moment gewelddadig allebei naar elkaar geworden. En schijnt zij volgens hem ook dingen uitgelokt te hebben. Waarna die mishandeling met die autodeur kwam. En dat is natuurlijk helemaal niet goed, maar zij zag het allemaal niet meer zitten daarna en wilde, omdat hij dus het wilde uitmaken, heeft zij besloten die video naar Yvonne Coldeweijer te lekken. En dat was voor mij wel redelijk nieuw, omdat je natuurlijk niet weet wat haar daartoe heeft bewogen. Nee, maar zij zit nou niet in deze documentaire. Nee, het is echt volledig zijn kant. Het gaat over het moment, hij kwam dus in voorarrest naar aanleiding van die video. Daarna komt hij vrij en daar begint het dus. Wat er daarna allemaal gebeurde. Hij is natuurlijk massaal gecanceld. Hij had ook te maken met een drank- en drugsverslaving. En is daarom naar Thailand gegaan. Nou, dat hele traject is gevolgd. En hij mocht naar aanleiding daar, dat is vooral zijn zoon, Leo. Hij mocht vanwege die mishandeling hem niet zien van Jamie Vaes. Dat heeft 1 jaar lang geduurd. En daar gaat het vooral over. Dat hij heel graag zijn zoon weer wil zien. De rechtszaken die daarbij hebben gespeeld. Ja, dus dat is wel een groot onderdeel. Ja, is hij echt helemaal open, denk jij? Ja, hij is wel echt heel eerlijk over alles. Zo vertelt hij bijvoorbeeld dat hij zelfs onder invloed, hij gebruikt het woord wows, bij de Voice of Holland in de stoel heeft gezeten. Hij vertelt op een gegeven moment dat hij in een bordeel is geweest en dat hij daar in slaap is gevallen en daarom zo'n enorme rekening kreeg. Hij vertelt eerlijk dat hij dus, al op een gegeven moment is hij clean, dat hij dus al die tijd al geen drugs gebruikte. En dan zegt hij ook eerlijk, ik ga binnenkort echt wel weer een pilletje pakken. Dus hij is echt opvallend eerlijk en dat vind ik mooi en goed. En daardoor krijg je ook wel het idee, dit is echt zijn kant. En, maar is het handig? Handig weet ik niet. Maar het zorgt er wel voor dat je ook op een bepaalde manier sympathie voor hem krijgt. Ja. Is het nou wel weer de zoveelste artiest die ten onder gaat aan die drank en drugs, waar hij zelf trouwens ook over zingt? Ja. Of is er toch wel wat meer aan de hand? En gaan we dat dan ook nog zien in die documentaire? Nou, wat ik heel opvallend vond en nieuw voor mij was de relatie met zijn moeder. En ik denk dat dat ook de grondslag is geweest van de problematiek. Zijn moeder, die is op jonge leeftijd, dus zijn jonge leeftijd, is die moeder eigenlijk, die heeft hem mishandeld. Zijn moeder komt ook in de documentaire voor, die vertelt dat ook, die geeft dat ook toe. Die zegt, ze vindt het woord mishandeling vindt zij zelf moeilijk te gebruiken. Maar zij zegt, we hebben zeker gevochten. En ik ben zeker verbaal, maar ook fysiek gewelddadig naar hem geweest. Zo heeft ze op een gegeven moment zelfs tegen hem geschreeuwd: ja, jij bent de reden van mijn stukgelopen huwelijk. Ja, tegen een heel klein jochie. Ja, dat is een trauma. Dat is ontzettend schadelijk. Ja. Zijn moeder schijnt last gehad te hebben toen van stemmingswisselingen. En die moeder zegt ook, ja, dat is precies wat Jorik heeft. En ja, ik denk dat dat eigenlijk de reden is geweest dat hij met Jamie Vaes zo'n enorm toxische relatie kreeg. Hij lijkt daarin gewoon heel erg op zijn moeder, maar is ook gewoon ontzettend getraumatiseerd. En dat zorgt er wel voor dat, ja, ik denk dat dat hem wel in een ander daglicht zet op die manier. Ja, het gaat ook over die cancelcultuur, dat haalde je al even aan. Is dit nou een manier om weer vrede te sluiten met het publiek en dan te ontcancelen? Wat wordt daarover verteld? Ja, hij heeft inderdaad heel veel moeite gehad met die cancelcultuur. Vlak nadat hij dus vrij kwam, hoorde hij dat zijn wassenbeeld in Madame Tussauds werd weggehaald. Hij had een platendeal met Sony van 3 miljoen. Nou, dat ging niet door. En volgens mij is hij daarin vooruitbetaald, want hij zegt op een gegeven moment: ik moet dat terugbetalen, want de deal gaat niet door. Hij kreeg daardoor zelfs een beetje geld, kwam zelfs krap te zitten qua geld. En ja, staat daarom dat huis ook te koop? Ja, dat denk ik wel. En op zich gaat het daarna verder daar niet heel uitgebreid over door. Maar hij heeft dus ook, hij liet al zijn kleren zien hoe duur die waren, et cetera. Maar ja, hij heeft heel veel last gehad van die cancelcultuur. En ik denk wel dat omdat mensen dus nu ook zien dat hij dus echt wel een hele heftige jeugd gehad heeft, dat misschien toch wel een bepaalde manier van sympathie kweekt. Ja. En dan kom ik dus weer bij die slotvraag. Ja. Is jouw beeld dan na het zien van deze documentaire ten opzichte van hem veranderd? Ja, wat betreft mezelf wel. Ik heb wel echt, ik zie wel echt een getraumatiseerde man. En ik vind het ook echt heel erg wat er gebeurt bij hem op zo'n jonge leeftijd. En dat zijn moeder op die manier, dat die relatie zo toxisch is. Tuurlijk is het echt niet goed te praten wat hij, Jamie Vaes, heeft aangedaan. Als dat dus zo is, het onderzoek loopt nog. Maar dat is natuurlijk niet oké. Nee. Maar hij is inderdaad veel te jong, waarschijnlijk veel te groot geworden, met veel te veel verleidingen in aanraking geweest en kan gewoon geen controle houden met drank en drugs. Op zich gaat dat op goed. Hij heeft op een gegeven moment is hij 1,5 jaar clean van drugs en 1,5 jaar heeft hij niet gedronken. Maar in de derde aflevering zie je toch dat dat ook wel weer lastig wordt, het drinken. Wordt hij ook door zijn manager streng op aangesproken. Maar dat is wel, dat blijft gewoon een hele grote verleiding voor hem. Ja. En dat zie ik toch dan. Ik ben geen psycholoog, maar dat zie je toch voort uit zo'n traumatiserende jeugd. Ja. Waar is de documentaire te zien en vanaf wanneer? Vanaf 19 januari bij Prime Video. Dankjewel, Rosanne de Jong.